een wereldwijd hardloop-evenement voor het goede doel, de sleuteloverdracht van het klooster en een open dag bij de brandweer. Dit is het weekoverzicht van Breda Nu. Met het weekend voor de deur laten wij u graag de Bredase gebeurtenissen van afgelopen week zien. De NATV is jarenlang bezig geweest om de sleutel van het klooster te bemachtigen om zo één grote campus te creëren. En afgelopen maandag was het moment dan eindelijk daar. Nadat de zusters vorige week naar hun nieuw onderkomen verhuisden, ontving NATV op 8 mei de sleutel van het klooster aan de Hopmanstraat. Het klooster zal ruim een jaar verbouwd worden en deel uit gaan maken van de nieuwe NATV-campus. Uw fijnvoelende woorden in de ontvangende uitnodiging voor deze sleuteloverdracht gaf ons energie om het positief over te dragen. Met de Franciscaanse groet wens ik u namens ons allen vrede en alle goeds. De campus wordt een groene parkachtige omgeving. Het klooster waar we nu zijn is een van de drie gebouwen waar we straks gebruik van kunnen maken. En daarnaast houden we het grote N-gebouw en het H-gebouw dat ook op het terrein staat erbij. Dus ja, het beeld dat we willen geven is een groene omgeving waar studenten, maar ook mensen uit de omgeving van de NATV naartoe kunnen komen om bij elkaar te komen, elkaar te ontmoeten, samen te studeren, te werken, maar ook gewoon leuke dingen te doen. Met drie gebouwen. En in de gebouwen worden dan de onderwijsfuncties georganiseerd. Maar komen ook bedrijven, de start-ups krijgen een eigen plekje. Komen horecafaciliteiten, er komt een restaurant. Dus ja, het wordt een hele diverse, maar wel een hele dynamische en turbulente omgeving. Op het moment bestaat de NATV uit vier verschillende gebouwen, verspreid over heel Breda. Waarom is er nu gekozen om één grote campus te bouwen? Nou, het is eigenlijk de ultieme droom, zou je bijna kunnen zeggen, van NATV. Omdat het de mogelijkheid biedt dat de vijf academies van NATV en alle medewerkers veel nauwer dan nu het geval is kunnen gaan samenwerken. En een omgeving waar academies, medewerkers en studenten elkaar ontmoeten met alle kruisbestuivingen van dien. En wij zijn natuurlijk een toch wel thematisch georganiseerde hogeschool. We hebben een bepaalde focus in onze vakgebieden. Die hebben allemaal iets met elkaar te maken. Dus het is heel normaal en ook heel goed dat je elkaar hier straks dagelijks tegenkomen. Rennen voor het goede doel. Wings for Life is een wereldwijd hardloop-evenement waarbij de deelnemers zo ver mogelijk proberen te rennen voor mensen met een dwarslezing. Afgelopen zondag werd de Wings for Life gehouden. Ruim 5000 deelnemers stonden aan de startlijn van dit hardloop-evenement dat zich inzet voor mensen met een dwarslesie. Ja, jij bent een van de catchers. Kun je vertellen wat dat inhoudt? Zoals je net hebt kunnen zien is iedereen is al weg hier, iedereen is van start. Wij starten over een half uurtje en wij vegen de mensen letterlijk op. Dus zodra wij mensen inhalen, wij zijn de bewegende finishlijn. Ja. Wij lopen allemaal met één centraal doel, dat is onderzoek naar een dwarslesie. En al het geld wat ermee opgehaald wordt wereldwijd gaat daar naartoe. Dus ik denk dat het een super mooi doel is en dat het een mooie boodschap is, run for those who can't. Dus mensen die dat niet meer kunnen, daar doen wij ons best voor. Want hoeveel deelnemers zijn er dit jaar? Hier staan er bijna 5000 aan de start en wereldwijd gaat het volgens mij over de 100.000 al. Ja. En wat gebeurt er als jij die mensen hebt gecatcht? Dan gaan zij terug naar de beginplek. Kijk, vorig jaar was het geloof ik een lange ronde. Die is bijna 100 kilometer. En nu is het een ronde van 25 kilometer. Dus het blijft allemaal wat centraal. Dus mensen zijn ook weer sneller terug bij het beginpunt.
Ja, wij zijn een studententeam van de TU Delft. En wat we doen is dat we een exoskelet bouwen voor mensen met een dwarslezing. Dus dat is een soort van robotisch harnas dat je aantrekt, waardoor mensen met een dwarslezing weer kunnen opstaan en kunnen lopen. Dus wij bouwen ieder jaar opnieuw met een nieuw team studenten bouwen we een nieuw exoskelet. En zo hopen we in de loop van de jaren weer de volledige mobiliteit terug te kunnen geven aan mensen met een dwarslezing. Dus dat is waar we aan werken. Want er liep nou ook iemand mee met zo'n skelet. Hoe is dat in werking gegaan? Hoe wij begonnen zijn met het project bedoel je? Ja. Er is een wedstrijd ieder jaar, of om eens in de 5 jaar in Zurich. En dat heet de Cybathlon. En de Cybathlon is een wedstrijd voor atleten die een lichamelijke beperking hebben en die geholpen worden door middel van hulpmiddelen. Dus in ons geval is dat een exoskelet. En onze grondleggers van ons team die hebben gezegd van nou, daar moeten we gewoon naar meedoen. En we gaan een exoskelet bouwen, want het is gewoon nog niet ver genoeg. De technologie omtrent exoskeletten is nog eigenlijk zo onontwikkeld en dat moest gewoon veranderen. En dat is waar wij gewoon heel erg mee bezig zijn, om er echt voor te zorgen dat die technologie er ook komt en ook uitgewerkt wordt. En dat ze ook echt kunnen meedoen aan die Cybathlon, aan die wedstrijd om te winnen. De brandweer in Prinsenbeek bestaat maar liefst 225 jaar. En dat werd afgelopen zondag groots gevierd met een open dag voor jong en oud. Vooral de jongste kinderen konden zich erg goed vermaken met allerlei brandweerspelletjes. Loeiende sirenes in Prinsenbeek, want de vrijwillige brandweer bestaat 225 jaar. Dat werd gevierd met een open dag. Wat kunnen mensen hier vandaag doen op deze open dag? Nou, we hebben eigenlijk een zo breed mogelijk beeld van de brandweer neer willen zetten. Dus eigenlijk alles wat te maken heeft met hulpverlening. We hebben een hoogwerker staan, we hebben oude voertuigen hebben staan, we hebben politie en ambulance. Dus alles wat te maken heeft met veiligheid en incidenten. En daarbij vinden wij het heel erg belangrijk dat wij zorgen voor onze toekomst. En daarmee proberen wij heel erg in te spelen op de aanvulling van jonge brandweerleden. En wij hebben heel veel georganiseerd voor kinderen. Dus spelletjes die ze kunnen doen, maar allemaal door middel van een fiets doorknippen met een hulpverleningsgereedschap. Een bal wegspuiten met een hoge drukstraal. Allemaal van dat soort dingen. Dus, zoals je kunt zien, het heeft wel effect, want overal staan rijen voor om die activiteiten te mogen doen. Kunt u kort vertellen hoe jullie je in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld? Ja, we proberen zelf ontwikkeling. Ja, we proberen zelf gebruik te maken van steeds meer nieuwe technieken. Dat is iets wat vanuit de veiligheidsregio wordt dat georganiseerd. Technisch wordt het allemaal zoveel moeilijker en wij moeten daarin mee. We noemen het altijd wel vrijwillige brandweer. Maar het is eigenlijk gewoon een beetje een parttime baan. Steeds minder vrijwillig. Wij moeten eigenlijk aan dezelfde voorwaarden voldoen als een beroeps. Want ja, of wij naar een brand rijden of dat een beroeps naar een brand rijdt, dat maakt natuurlijk helemaal geen verschil. Nou ja, goed, kijk, op het moment dat het echt jouw baan is, komen er wel andere dingen bij kijken. Wij hebben hier op de post hebben wij een TS, een brandweervoertuig hebben wij staan. En was bij de beroeps, die hebben wel weer meer andere voertuigen, die hebben weer meer specialismes. Dus net met een hoogwerker, een ladderwagen, hulpverleningsvoertuig, schuimblusvoertuig, duikers. Dus dat ligt wel allemaal bij de beroepsposten. Maar wij zijn daar gewoon eigenlijk ook een soort aanvulling op. Breda gaat bruggen en stedelijk museum verlichten. De binnenstad van Breda gaat meer licht en kleuren zien. Er wordt ruim 6 ton vrijgemaakt voor het verlichten van de bruggen in de binnenstad en het stedelijk museum. Ook zullen er vaker projecties te zien zijn op het stadshuis. Breda stopt met bescheiden zijn en gaat op de internationale tour. Bredase bestuurders en ambtenaren zullen zich vaker in Brussel en elders in Europa laten zien. In Breda zijn we heel trots op de stad, maar dat vertellen we lang niet altijd naar buiten toe. Zo ligt burgemeester De Plaat toe. Stoepkrijten officieel in Breda verboden, maar burgemeester beloont mooiste tekening. In de APV, de gemeentelijke regelgeving, staat dat enkel met schriftelijke toestemming op een openbare plaats krijt aangebracht mag worden. Dit veroorzaakte veel ophef onder zowel de bewoners als de gemeente van Breda. Burgemeester De Pla die reageerde vol ongeloof en belooft dat de regel aangepast gaat worden. Ook deze week hebben we weer een foto van de week. Deze foto is gemaakt door Breda van Boven en hebben we ontvangen via In Breda. De inspirerende beurs voor kunst, antiek en design, genaamd 8 Breda, werd dit jaar gehouden in het voormalig Breda's Museum. Hier waren vele schilderijen, beelden en andere creaties te zien.
kunst, kunst en nog eens kunst. Art Breda, de inspirerende beurs voor kunst, antiek en design, is weer van start gegaan. Op de vernieuwde locatie in het Breda's Museum kunnen mensen van diverse kunstenaars genieten en hun werken kopen. U ziet hier een vitrine van de firma Roschen. Die doen in Nederlands antiek zilver. En we hebben hier een vitrine met zilver uit de 18e eeuw, waar vogeltjes op voorkomen. Dit is een hele mooie bouilloire en die heeft een bekroning met een zilveren vogeltje. Hier is een klein suikerschaaltje waarop een vogeltje gegraveerd is. Het theepotje is heel leuk met tortelduifjes, helemaal gedreven. En op de oude 17e eeuwse beker ziet u ook vogeltjes met takjes in hun bek. Ten teken dat ze gezellig gaan nestelen. Wij zijn een firma, Bascania uit Antwerpen. En we hebben een collectie van juwelen handgemaakt. Ontwerpen die we dus presenteren hier in Breda of in Amsterdam. Of in andere steden, bij ons in België ook. Daarbij hebben we, bij de juwelen hebben we nog een andere lijn uitgewerkt. Dat is de beeldende kunst. Die we gemaakt hebben hier met ons moderne design van Eternity. In een in 18 karaat goud, zilver en ebbenhout. En dan ook tweemaal in recto verso granaat van Madagaskar. Daarbij hebben we dan nog een ander beeld. De clown, die ook volledig geraakt is. En die dus helemaal met edelstenen, dus diamant, saffier, robijn en smaragd bekleed zijn. Ik kom net binnen, dus ik heb totaal nog geen indruk, moet ik zeggen. Maar wat verwacht u ervan? Ja, evengoed als andere jaren weer dat er een uitgebreide collectie is. En mogelijk zijn daar weer nieuwe dingen. Nou, we zijn er nog net. Ik denk 10 minuten ongeveer. Misschien nog niet eens. Dus dit is het eerste wat we zien. Maar tot nu toe zien we al veel bekende namen en mooie werken van mooie kwaliteit. Dus, maar we zijn wel benieuwd wat we nog meer gaan zien. Ja. Nou, well, I would say that Breda is becoming a kind of international city. Because Breda, geographically, Germany is very close by, and also Belgium is also very close by. So actually, when you look at it, you realize how international location Breda becomes. So also the galleries are coming also everywhere. Een groep hardlopers van AW Sprint zijn naar Wageningen afgereisd om het vredesvuur naar Breda te halen. Het vredesvuur werd aangestoken op het Pools Ereveld in het Ginneke. Op het Pools Ereveld in het Ginneke is het bevrijdingsvuur aangestoken door een groep leden van AV Sprint. Zij liepen mee in de nationale bevrijdingsvuur estafetteloop van Wageningen naar Breda. We zijn een week of vier terug zijn we het echt op gaan pakken om te gaan organiseren. We zijn gisteravond met drie busjes richting Wageningen gegaan. Daar hebben we de ceremonie meegemaakt, de 4-5 mei ceremonie, dus het ontsteken van het bevrijdingsvuur. En vervolgens met alle groepen die het bevrijdingsvuur over heel Nederland verspreiden. En wij als groep hebben het bevrijdingsvuur naar Breda gebracht als teken dat we ook hier in vrede en vrijheid kunnen leven. De vrede is na de Tweede Wereldoorlog begonnen in Wageningen. Daar is de vrede getekend. En dit symboliseert het verspreiden van die vrede weer over Nederland. Als herinnering aan het tekenen van de vrede na de Tweede Wereldoorlog. En ten teken dat de vrede moet blijven. En dat die blijvend moet zijn in Nederland, omdat die echt heel zwaar bevochten is. En wat voor reacties kregen jullie op dit initiatief? Veel positieve reacties. Van mensen die het goed vinden dat er toch activiteit is op Bevrijdingsdag. Want eigenlijk is dat in Nederland op dit moment heel erg weinig. Omdat toch dat er iets aan meer moet gebeuren om Bevrijdingsdag meer leven te krijgen. En in leven te houden en ook dat het overgedragen kan worden aan de jongere generaties. Dit was weer het weekoverzicht van Breda Nu. Bedankt voor het kijken, een prettig weekend en tot volgende week.